De reus en de kleermaker. Een kleermaker, een groot praler, maar een slecht betaler, kwam eens op het idee wat te gaan rondkijken in het bos. Zodra hij kon, vliet hij zijn werkplaats en ging ze weg langs hek en steg, dan hier, dan daar, steeds verder maar. Toen hij buiten was, zag hij in de blauwe verte een steile berg en daarachter een hemelhoge toren die uitstak boven een woest duister bos. Potverdorie, riep de kleermaker, wat is dat? En omdat hij enorm nieuwsgierig was, liep hij er vrolijk op af. Maar hij zette grote ogen op en zijn mond viel open toen hij dichterbij kwam, want de toren had benen. Hij vloog met één sprong over de steile berg heen en stond als een machtige reus voor de kleermaker. Wat moet jij hier, vliegenpoot? Riep hij met een stem als een rollende donder. De kleermaker fluisterde. Ik wilde eens kijken of ik mijn stukje brood in het bos kon verdienen. Als dat zo is, zei de reus, dan kun je wel bij mij in dienst komen. Als het moet, waarom niet? Maar wat krijg ik voor loon? Wat je voor loon krijgt, zei de reus. Luister maar, elk jaar 365 dagen en in een schrikkeljaar er nog eentje bij. Ga je ermee akkoord? Voor mijn part, antwoordde de kleermaker, en hij zelf dacht, nou, je moet roeien met de riemen die je hebt. Ik probeer hier weer zo gauw mogelijk weg te komen. Daarop sprak de reus tot hem, vooruit kleine duvel, ga een kruik water voor me halen. Waarom niet meteen een hele waterput met bron en al? Vroeg onze praalhans en hij liep met de kruik naar het water. Wat, de hele put met bron en al? Bromde de reus, die een beetje onhandig en dom was in zijn baard. Hij begon bang te worden. Die vent kan meer dan appels poffen. Hij heeft vast al ruim in zijn lijf. Wees op je hoede houden, dat is geen bediende voor jou. Toen de kleermaker het water had gehaald, beval de reus hem in het bos een paar blokken hout te gaan hakken en thuis te brengen. Waarom niet het hele bos in één klap? Het hele woud met jong en oud, met tak en blad, knoestig en glad, vroeg het kleermakertje en het trok om het hout te gaan hakken. Wat, het hele woud met jong en oud, met tak en blad, knoestig en glad, en de put met bron en al, bromde de lichtgelovige reus in zijn baard. En hij werd nog banger. Die vent kan meer dan appels poffen, die heeft al ruim in zijn lijf. Wees op je hoede, ouwe, dat is geen bediende voor jou. Toen de kleermaker het hout had gehaald, beval de reus hem 2 of 3 wilde zwijnen voor het avondmaal te gaan schieten. Ja, waarom niet meteen 1000 in één schot en dan allemaal hierheen, vroeg onze opschepper. Wat, riep de angsthaas van een reus, even geschrokken. Nou, nu is het wel genoeg voor vandaag, ga maar slapen. De reus was zo vreselijk bang dat hij de hele nacht geen oog dicht deed en maar lag te piekeren. Hoe hij het moest aanleggen om die vervloekte heksenmeest als bediende zo gauw mogelijk kwijt te raken. Komt tijd, komt raad. De volgende morgen ging de reus en de kleermaker naar een moeras, waar een heleboel wilgen omheen stonden. De reus zei, luister kleermaker, ga eens op zo'n wilgentak zitten. Ik zou dolgraag zien of jij in staat bent die omlaag te buigen. Hup, daar zat de kleermaker al in de boom. Hij hield zijn adem in en maakte zich zwaar, zo zwaar, dat de tak omlaag boog. Maar toen hij weer adem moest halen, werd hij tot grote vreugde van de reus zo ver de lucht ingeschoten, dat je hem niet meer kon zien. Want hij had helaas geen strijkijzer in zijn zak gestopt. En als hij niet naar beneden is gevallen, zal hij nog wel ergens in de lucht rondzweven. Er kwam een olifant met een hele grote snuit en die blies het kleine grimverhaaltje toch in één ruk uit.